Ook bij Johnny Groenteman en Henk Hover. Die zitten namelijk op Pinkpop. Aha. Ja, en die hangen aan de lijn. Goedemiddag, Limburg. Henk? Ja, niet... Ja. Volgens mij is dit Jean-Luc. Ja, het heilige. Dit is Jean-Luc, dat is jouw collega, weet je nog? Aha. Die loopt hier al 2 dagen op Pinkpop daar rond. Is die we dus. Zijn op de... Op de wei waar alle artiesten zitten. Als je goed kijkt kun je ze allemaal onderscheiden. Frans Ferdinand niet, die staan nu op het podium. Amy McDonald liep hier net rond. Kate Perry heb ik net nog in levende lijven gezien. Frans Ferdinand, ja, die spelen nu. En ik heb net ook Anouk al gezien, maar die heeft zich opgesloten. Heeft een eigen dorpje. Een eigen dorpje, ja. Dat mogen we eigenlijk niet, hè? Ja, maar zijn we wel even stiekem al binnen geweest. Stiekem binnen gepiept. Hey, Jean-Luc, jij bent hier al, of toen Bussie al, op Pinkpop de hele weekend bezig met... Het regelen van artiesten. Het regelen van artiesten voor onze radio-uitzending, die eigenlijk nu just klaar is. Ja. Ja, we hebben eigenlijk geweldige artiesten gehad. Maar wat hebben ze allemaal geregeld van artiesten? Even denken, ja, een heleboel. Ik ga er wel een perk even erbij pakken. Nee, we hebben gesproken met Joost Zwegers. Maar ook, we hebben aan tafel heel veel gasten. Kiteman hebben we gehad. Ja, Kiteman. Ik heb gisteren gesproken met Sax, de zanger van Madness. Ja. Dat was ook heel leuk. Maar wacht even. Dames en heren, even toch de proef op de som, hè. Ik zit door Joost Zwegerstorm van Novastar. Regel hem. Ja, nu. Ja. Blijf je even heen. Ja, ik bleef even wachten, dames en heren. Live wordt het hier even georganiseerd. Het is natuurlijk van oorsprong een sit-order naar Joost Zwegers van... Dat gaat makkelijk. Van de Kiekers van Amicaal. Oh, dat ging wel heel makkelijk. Volgens mij is het afgesproken. Heel makkelijk, hè. Ja, dat zijn... Dikke vrienden zijn jullie volgens mij. Dag Joost, welkom in onze uitzending. Jean-Luc, stel dat zou voor goedemiddag een interview moeten doen met Joost Zwegers, de man van Novastar. Wie zou je dat doen? Ja, dan zou ik... Ik ben handig wel op zijn Nederlands. Ik zou wel ABN spreken, want anders kan ik niet voor. Dan zou ik vragen van, ja, Joost, wat was jouw hoogtepunt vandaag hier? Hoe was jouw hoogtepunt hier? Ja, mijn hoogtepunt was het aankomen, de gitaar omsnorren en het podium oplopen. Want ik vond het echt meer dan fantastisch om op de hoofddag, zijnde de maandag, en dan ook nog 40 jaar anniversary, Pinkpop. Ja, daar slaap ik al nachten niet van. Ja, ik draag Pinkpop zodanig een warm hart toe. Ik heb jarenlang op maandag Pinkpop live op tv gezien om vervolgens 's nachts het na te spelen. En vervolgens liedjes te beginnen maken en vervolgens eigenlijk zelf een carrière te beginnen. En dat dankzij, van groot deel dankzij Pinkpop. En om dan op de hoofddag zelf te mogen spelen, is een fantastische ervaring. Denk je nu ook dat er thuis jonge lui zitten en die achter de piano gaan zitten vannacht of achter de gitaar om jouw liedjes uit te vogelen? Nou, dat kan goed, want ik krijg meer dan 1 mail thuis en brieven ook nog altijd over ja, welk akkoord is dat? Want ik kan wel in de boekjes zien wat je doet, maar dat klopt niet. Want die boekjes die sukken altijd, weet je wel. Maar jij knutselt dat al jaren zelf allemaal in elkaar. Ja. Hoe gaat zoiets? Hoe maak je een nummer? Nou, weet je, meestal eet ik 's avonds en dan trek ik mij terug. En dan, ja, echt waar, dan trek ik mij terug op in mijn werkruimte. En dan ga ik op gevoel gewoon dingen maken. En dat geeft mij gewoon een enorme energie. En vervolgens komt er een liedje uit en dat krijgt een eigen leven. En dan ga je vervolgens live spelen en uiteindelijk beland je hier. En dan sta je hier Marcy's Woman te spelen met een traan in je ogen. Weet je wel. En ik van, kijk mama. Hier sta ik, weet je wel, geboren in Sittard. Hier sta ik met Marcy's Woman te spelen. Dat zijn weinig mooie momenten in mijn leven dan vanmiddag. Jij geniet helemaal, hè? En nu is het ook afgelopen. Ik zag jou ook niet afgelopen, man. Ik zag jou ook een klein beetje in de stress, want ik stond naast de monitormixer. Ja? En volgens mij, die mooie vrouw wat erachter staat, die begon heel hard te rennen naar die monitormixer. Ik deed zo van, volgens mij hoort hij niks, er was iets mis, maar... Nee, weet je, dat is normaal. Als je op zo'n groot festival begint te spelen en je hebt heel veel wind, hè, open lucht, heel veel wind dat voorbij komt. En ik had iets te veel piano. De monitorman had de piano wat te hard gezet. Dus dat is gewoon een teken van, weet je, piano een beetje stiller. Alleen hij stond heel erg ver. En ik ben natuurlijk meteen bezig met het publiek. Dus ik deed een teken en hij zag het niet meteen. Dat is helemaal geen stress. Dat is heel normaal. Jij ziet gewoon dingen die er niet zijn. Maar dat slaan op de piano, dat is gewoon lekker swingend dan. Nou ja, dat is gewoon op de ritmiek. Op een gegeven moment ontstaat er een soort energie. Ja. En dan, ja, dan kan ik mijn energie niet kwijt in de schoonheid van het liedje. En dan moet ik afreageren op de piano. Okay. De piano is een beetje mijn vriend. Dankjewel. Zolang je de muzikanten niet slaat, kan dat volgens mij wel. Dat zal ik nooit doen. Nee? Nee. Volgens mij. Nee. Hey, bedankt dat je snel in de uitzending wilde. Dankjewel.
Jolie, wat gisteren hoort ze er ook hier. Wat was gisteren eigenlijk die hoogtepunt van Pinkpop? Ja, ik vind het zelf ook een beetje eng. Maar ik vond Bevurbit Madness ontzettend chic. Ja, een band die hij in 82 al stond. Ja. En ja, nog hetzelfde. Eigenlijk, ja. Nou ja, niet hetzelfde repertoire, maar wel dezelfde snelheid. Ja. En het grappige vind ik, dat zo'n band die nu bezig is, Franz Ferdinand, dat is eigenlijk ook een beetje ska. Ja. Dat... Maar wacht even, toch misschien een ontboezeming voor de kijkers. Er stond gisteren enorm te genieten van Keen. Ja, samen toch? Ja, ik heb het filmpje op YouTube gezet. Ik weet niet, regie kennen we dat instarten, het filmpje van Jean-Luc en Keen. Ja, ik denk dat het wel gaat lukken. Dat we even gaan kijken naar Jean-Luc. Daar staat te kicken. Ja. Bij het optreden van Keen. En meteen een vraag, Jean-Luc, want jij logeert daar al een paar dagen. Nou, net had je geen baard, nu wel. Hoe is het gesteld? Kun je nog een beetje douchen en zo? Ja, hoe het met jou gesteld is, Jean-Luc? Je hebt nu een baard, constateren jouw vrouwelijke collega's. Kun je daar wel een beetje douchen, vragen ze op die camping hier? Jawel, alleen kost je dat ongeveer 2 uur voordat je in zo'n hokje je moet douchen. Dus ik heb ervoor gekozen om een baard te laten staan. Met 2 vingers, 's morgens zo even wat water. Ik douche thuis wel. Studentendouche, ken je dat? Hey, ja. Het is goed dat dit geen geurtelevisie is, want... Nee. Nee, ik heb wel iedere dag het anders ongeluk. Ja, dat klopt. Een andere zonnebril, hè? Ja, maar het is ontzettend goed weer. Ben ik een beetje verbrand, hè? Ja, maar ik heb me ingesmeerd. Hey Jean-Luc, nu is vandaag Pinkpop maandag, de grote Pinkpopdag. Hebben we het hoogtepunt al gehad of moet het hoogtepunt nog komen? Ja, dat ligt helemaal aan Boeze van Hels. Als van Anouk Hels, dan moet het hoogtepunt nog komen. Voor mij, ik vond bijvoorbeeld Novastar, Joost, ja, heel dat ingetogene met zo'n goed publiek, dat vind ik heel chic. Ja, daar hebben ze ook bij aan zien met volle gitaar. Dan moesten ze ook van, dat is ook chic. Ja. En Katy Perry is niet zo ding, denk hè? Jawel, dat vind ik ook met, leuk. Met de roze bloemetjes en de kinky rokjes. Nee, en... nee, ik vind dat heel leuk. Zit dan met dat nummer I Kissed a Girl, hè? Ja. Ja, toen ben ik eigenlijk afgegaan. Nee, hartstikke. We dachten samen naar Katy Perry gaan kijken. Ja, oké. Okay. Ja, willen jullie nog wat weten in Maastricht, vraag ik me af. Ja, zeker. Henk, hoe is de algemene sfeer? Het is toch een bijzondere editie, 40 jaar Pinkpop, merk je daar iets van? Nou, wat ik merk is, het is heel relaxed en het publiek is relaxed. Jan Smeets is vandaag relaxed. Normaal loopt hij als een gestrest konijn hier rond. Hij is gestrest. Hij zegt vriendelijk hallo als je hem tegenkomt. En ik heb hem zelfs op een gegeven moment met zijn mond vol tanden gezien. Want ik stond voor een radio-interview bij hem. En toen werd hij benoemd tot ereburger van Landgraaf. En toen moest hij een toespraak houden. En ik kon hij niks meer zeggen. Hij had een traantje hier in zijn oog. En dat was wel een gevoelig moment voor Jan, toch? Die was jij niet, hè? Nee, ik was er niet bij. Nee. Ja, ik wel natuurlijk. Wij staan met de neus vooraan van de radio altijd. Maar het lijkt me wel leuk om Jan van geluk te zien huilen. Mannen huilen niet, toch? Ja, Jan wel. Oké. Okay. Wil je nog wat weten? Want, ja, de afsluiter vanavond. Wie gaat dat zijn? Nou, Snow Patrol gaat afsluiten als het goed is. Het is een ideale avond voor Snow Patrol. Ik denk dat zo'n zomeravond met rookwolken zo over Pinkpop, dat een ideale afsluiter is voor Snow Patrol, of niet? Ja, zeker. Mag ik dan ook nog zeggen dat bijvoorbeeld Bruce Springsteen hebben we even helemaal niet genoemd zaterdag. Was hij er ook? Was ook geweldig. Het was een heel gevarieerd programma, maar allemaal topbands, denk ik toch, Henk? Ja, Bruce. Nou, wij gaan vanavond samen eerst naar Katy Perry, daarna naar Snow Patrol en dan nog een glaasje wijn drinken, denk ik. We gaan het nog druk krijgen, Henk. Laten we met wijn drinken. Nou, dat klinkt heel erg goed. We zouden bijna jaloers worden, Chris. Ja, ik ben al lang jaloers, maar niet op die baard. We wensen jullie heel veel plezier daar. Misschien moeten we volgend jaar goedemiddag vanaf van deze plek doen. Lijkt me een heel goed idee. Henk en Jean-Luc, geniet ervan. Dag, jongens. Dag. Bye. Doei. Bye. Doei.